Goedendag. Eindelijk viel er dan veel neerslag afgelopen avond en afgelopen nacht. Ging gepaard met heel veel onweer. Veel weerlicht zagen we hier. Dat de bliksem als het ware in de wolk aanwezig is. Of op afstand, dan zie je niet heel duidelijk die bliksemstralen. Maar hier en daar werden ze wel degelijk waargenomen. Zoals hier in Heerlen deze video ontvingen we. Moeten we eens kijken wat een actief onweer er was. En het leverde ook veel neerslag op. Op de meeste plaatsen echt wel 10 tot 20 millimeter water. Maar lokaal ook veel meer. De eerste video was uit Roosendaal. In die omgeving viel zelfs 40 tot 50 millimeter water. Grote verschillen dus, maar wel heerlijk voor de natuur. En het is niet de laatste neerslag geweest, want we krijgen nog veel meer neerslag. We zien op de weerkaart nog steeds een depressie boven Groot-Brittannië. En dat lage drukgebied dat zorgt voor onstabiliteit ook in onze omgeving. Af en toe trekken er actieve storingen over, zoals vannacht. Die storing die trekt nu naar het noordoosten weg. En we komen even in wat rustiger vaarwater. Maar later vanavond en vooral vannacht komt er opnieuw een actieve storing vanuit het zuidwesten opzetten. En dat betekent opnieuw buien, ook met onweer. En lokaal kan er dan weer veel water vallen. Ik ga ervan uit dat er in ieder geval op veel plaatsen zo tussen de 10 en de 20 millimeter water valt. Vrijdag wordt het dan weer tijdelijk wat rustiger in de nacht. Dat kunnen we hier mooi zien. Maar we zien ook nog steeds dat lage drukgebied boven Groot-Brittannië. En dat betekent in de loop van vrijdag dat we toch ook wel weer met een aantal buien te maken gaan krijgen. Vanmiddag ziet het er helemaal niet verkeerd uit. In het binnenland wordt het zelfs weer zomers warm met 25 tot 26 graden. Elders zo'n 22 tot 24 graden. Op veel plaatsen blijft het droog met zonnige perioden en stapelwolken. Maar hier en daar kan echt wel zo'n stapelwolk uitgroeien tot een stevige bui. Ik sluit niet uit dat er misschien ook nog wel een klap onweer voorkomt. In de avond is dat ook nog mogelijk. En in de nacht dan krijgen we dan die storing die van zuidwest naar noordoost over het land trekt. Levert flink wat neerslag op en lokaal zal het ook weer gaan onweren. Temperatuur blijft vrij hoog, 15 tot 17 graden. De wind waait uit het zuidoosten en is overwegend zwak tot matig. Morgenochtend dan hebben we in eerste instantie wel te maken nog met veel bewolking in een groot deel van het land. In het noorden ook de regen. Vanuit het zuidwesten gaat het geleidelijk aan opklaren. Maar in de middag kunnen er nog best wel een paar buien vallen, mogelijk ook met onweer. Het is niet meer zo warm. De temperatuur ligt in de middag tussen de 19 en 22 graden. Fijne dag.